Welkom jongens en meisjes bij dit mini-college van het Doemietingens College. Ik ben Mandy van der Velde en ik ben op school docent klassieke talen. Dus ik geef de vakken Latijn en Grieks aan onze leerlingen. Nou, vandaag met jullie een Latijnse of een Griekse tekst doornemen, dat is niet zo handig. Dus ik heb gekozen als onderwerp voor het mini-college Pompeji. En de Pompeji is voor mij extra bijzonder omdat ik daar als archeoloog ook heb gewerkt. Heel veel zomers achter elkaar heb ik daar geploeterd in het zand. En ik wil jullie graag meenemen naar het stadje, naar de uitbarsting die daar toen heeft plaatsgevonden. En een blik werpen in het leven van een Romein in die tijd, in Pompeji. En dan zitten we in 79 na Christus, dus toch zo'n kleine 2000 jaar geleden. En tot oktober van dat jaar was er niks aan de hand. Het was een welvarend stadje. De Pompeianen dachten, we hebben het hier mooi voor elkaar. Ze hadden een mooi uitzicht op een berg, best een grote berg. Die rookte af en toe, maar ja, ze wisten niet wat voor gevaar daarachter zat. En hier zie je bijvoorbeeld een wandschildering van een meneer die in Pompeji woonde. En die bedacht dat, nou, ik wil een mooie versiering op de muur van de god Dionysos, met allemaal druifjes om zich heen, de god van de wijn. Met een uitkijkje op die berg, op de berg Vesuvius. Bloemetjes erbij, vogeltjes erbij. Ze waren zich van geen gevaar bewust. Totdat dus in 79, 17 oktober is het waarschijnlijk geweest, 's middags er een enorme knal te horen is. En de top hier van die Vesuvius compleet eraf wordt geblazen. In de loop van de jaren heeft zich een enorme massa opgehoopt, druk heeft zich opgehoopt in die vulkaan. En de top knalt eraf, explodeert en je ziet een gigantische stoot aan vulkanisch materiaal die berg uitkomen. As, puinsteen, lavabrokken, stukjes vulkaan vliegen in het rond, vliegen kilometers de lucht in en waaieren vervolgens helemaal uit. Dit vliegt er allemaal uit. Brokken, lava. Ander vulkanisch materiaal. Dit is best wel zwaar. Kleine brokjes. Brokjes as, puinsteen. Na die allereerste uitbarsting begint het urenlang, ja, als het ware te regenen. Maar het regent dus dat vulkanisch materiaal. Het regent as en lavabrokken. In die hele omgeving. De Vesuvius hebben we hier. Nou, Pompeji ligt best wel op dichte afstand. Herculaneum is misschien bekend, maar dit hele gebied wordt bedolven onder meters en meters van dit materiaal. En zo verdwijnen de stadjes. Pompeji wordt helemaal bedolven en raakt kwijt. Herculaneum wordt helemaal bedolven en verdwijnt. En wat extra bijzonder is, de uitbarsting is natuurlijk al bijzonder, maar wat extra bijzonder is, is dat in Mycenaeum staat hier, daar woonde een Romein, meneer Plinius. En meneer Plinius die heeft die uitbarsting meegemaakt en die heeft op relatief veilige afstand heeft hij alles zien gebeuren. Hij heeft de aardbevingen gevoeld die bij die vulkaanuitbarsting hoorden. Hij heeft die knal gehoord, hij heeft gezien hoe alles, ja, eruit spoot als het ware. En hij heeft daarover twee brieven geschreven. Hij heeft ook geschreven hoe hij dan vlucht met zijn moeder. Want op een gegeven moment zitten ze in dat huis. En hij vertelt hoe de muren schudden. En hij voelt zich niet meer veilig in hun huis. Hij denkt, volgens mij gaat de boel instorten. En tegelijkertijd ziet hij die hele grote wolk op zich afkomen. Het wordt steeds donkerder en donkerder, terwijl het gewoon overdag is. Ik lees hem voor in vertaling uit een Romeinse brief van Plinius. We besluiten de stad te verlaten. Achter ons komt een grote groep mensen die volledig van slag is. Buiten de bebouwing houden we even stil. Daar zien we allerlei vreemde taferelen en krijgen we heel wat angsten te doorstaan. We hadden daar namelijk wagens laten klaarzetten. En hoewel het terrein volkomen vlak was, rolde die nu verschillende kanten op.
Zelfs vastgezet met stenen bleven ze niet rustig op hun plek. Bovendien zagen we hoe de zee zich terugtrok door de aardbevingen. In ieder geval was de kustlijn naar voren geschoven en lagen er nu allerlei zeedieren op het droge. Aan de andere kant had je een donkere, angstaanjagende wolk met overal uitbarstingen van vuurflitsen. Het leek op bliksems, maar dan groter. Asregen intussen, maar nog licht. Ik kijk over mijn schouder. Een dichte zwarte mist die dreigend boven de grond hangt en uitrolt als een vloedgolf direct achter ons aan. Kom, laten we van de weg afgaan, zeg ik. Nu kunnen we nog wat zien. Anders gaan we op straat onderuit en worden we in het donker door al die mensen onder de voet gelopen, zegt Plinius tegen zijn moeder. Nauwelijks zaten we aan de kant of het was nacht. Je hoorde vrouwen jammeren, baby's jengelen, mannen roepen. Stemmen van mensen op zoek naar hun ouders, hun kinderen, hun echtgenoten. Stemmen van mensen die werden herkend. Mensen die klaagden over hun lot of dat van hun familie. Je had er zelfs die uit doodsangst baden om de dood. Velen hieven hun handen op naar de goden. Nog meer mensen wisten het zeker. Goden, nee. Die waren er niet meer. Nergens. Het was nu voor altijd en eeuwig donker. Dit was de laatste nacht van de wereld. Dat is dus een stukje uit de brief. En volgens mij beschrijft Plinius heel goed hoe bang hij was als 17-jarige op de vlucht. Gelukkig heeft hij het na kunnen vertellen. Omdat hij gevlucht is uit zijn huis en weggelopen is van die vulkaan, heeft hij het na kunnen vertellen. Gelukkig zijn heel veel mensen uit Pompeji ook weggelopen. Hebben hun huis verlaten. En hebben ze het overleefd. Alleen konden ze niet meer terug naar hun huizen. Want die waren bedolven. Dat even over de uitbarsting. En dan neem ik jullie mee naar een kijkje in de stad. Wat hebben we vandaag de dag zoal gevonden in Pompeji? En dit vind ik altijd... Oh, eerst deze nog. Vandaag de dag, Pompeji. Zo ziet het er nu uit. Je ziet hier een stukje van een tempel die is bewaard gebleven. En je ziet op de achtergrond nog steeds de Vesuvius. Maar hij is lang niet meer zo hoog en spits als die ooit is geweest. Wat ik vertelde, de bovenkant is er gewoon afgeknald, geëxplodeerd. Maar je ziet hem nog steeds. Hij is nog steeds heel erg groot. En je kunt erop. Deze kan ik niet overslaan. Een paar maanden geleden is deze teruggevonden. Een aantal van jullie die de lesjes Latijn hebben gevolgd misschien al, die zullen hem meteen herkennen. Een afhaalrestaurantje, een soort van barretje. Denk eventjes aan onze pizzeria of onze frietent. Je hebt geen zin om te koken, je wil wat eten halen. Dan kon je hier terecht, dat hadden de Pompeianen ook, met allemaal voedsel hier in de bakken. Een thermopolium wordt het genoemd, waar je wat warms te eten en te drinken kon halen. En die jongens en meisjes die de lesjes dus hebben gevolgd, die herkennen deze nog wel met de inscriptie waarover we gelezen hebben. Een Romeins huis. In Pompeji zijn ontzettend veel huizen bewaard gebleven. Sterker nog, we hebben de hele stad. De hele stad is teruggevonden. Niet alles nog is opgegraven. Ze hebben wat dingetjes bewaard voor later. Maar er is heel veel wel al te zien. En je kunt hier gewoon over de Romeinse straten lopen. Tussen de huizen door, tussen de winkeltjes door. Tempels zijn bewaard gebonden. Het amfitheater is bewaard. Dus je loopt echt in een Romeinse stad. En dat is wel heel uniek. Dat hebben we nergens anders zo mooi bewaard. Die woonhuizen die geven ons dus ook een beeld van hoe de Romeinen of de Pompeianen in die tijd woonden. En sommige huizen waren superklein. Sommige huizen waren ontzettend groot of hadden zelfs een tuin en waren daarmee heel luxe. Eigenlijk net als nu. Ligt een beetje aan hoeveel geld je hebt. Hoe groot huisje je kunt veroorloven. En ik laat jullie een paar elementjes zien uit zo'n huis die volgens mij voor ons heel herkenbaar zijn. Dus zo gek anders woonden die Romeinen nu ook weer niet. Want bij de ingang van het huis
vond je vaak een mozaïek. De steentjes in de vloer. En hier lezen jullie de lettertjes HV. En misschien dat je ouders wel het woordje AV kennen. Dit is een hele oude inscriptie, maar wij kennen nu AV als AV, hallo. En hopelijk denk je dan meteen aan de welkomstmat die wij bij de deur hebben. Bij de deur hebben liggen. Romeinen kenden geen Nijntje. Maar wel dus gewoon het welkom in mijn huis. En dat deden ze door middel van een mozaïek. Of, dit is ook een mooie. Een hond, die is duidelijk. Met daarbij een waarschuwing in de tekst KV Kanem. Die lettertjes herken je misschien. Wij hebben hem ook. Hier waar ik staat vaak op de bordjes, hè? Pas op voor de hond. Dit is een beetje meer waarschuwend. Hè? Dit huis is goed bewaakt, dus waag het niet om hier zomaar in te breken. Nou, dat hadden de Romeinen ook gewoon. En dat is allemaal teruggevonden in Pompeji. En meer van deze mozaïeken met allerlei soorten hondjes. Ze hadden, en je ziet het hier al een beetje, ze hadden mooie versieringen tegen de muur. Een kaal huis, dat is helemaal niks. Dit is een stukje van een maquette die leerlingen gemaakt hebben. Dus ze maken een platte grond eigenlijk, een klein formaat van een Romeins huis. Deze is heel mooi gemaakt, maar zo alle muren zo saai wit, dat is helemaal niet leuk. Dus die Romeinen die beschilderden alles. Nou, denk eventjes aan de schilderijen die je thuis hebt. Misschien heb je foto's op je slaapkamermuur of een poster. In het schoolgebouw zijn overal versieringen opgehangen, tekeningen van leerlingen. Want je wil, waar je woont, wil je het ook gezellig aankleden. En dat deden die Romeinen ook door de fresco's. En leerlingen hier hebben ook geregeld een fresco gemaakt in de tweede klas. Eentje zelfs over de uitbarsting van de Vesuvius. En ook die hangen in school, omdat het er mooi uitziet en het gezellig maakt. Dat kennen wij dus ook. Nog een laatste elementje, dat is wat minder bekend. Maar ik vind hem toch heel leuk om hem te laten zien. Een lararium, die term is, die is nieuw. Een lararium is een huisaltaar. Eigenlijk een heel bijzonder plekje in je huis, in je Romeinse huis. Waar je de goden kon vereren, zodat die je veilig hielden. Zodat die ervoor zorgden dat er niks met je huis gebeurde. Dat er niemand ziek werd, hè? Dat de bewoners bijvoorbeeld gezond bleven. Zo had elke Pompeiaan een plekje ingericht. En dit is wel een heel erg mooie, sommige waren veel eenvoudiger. Maar misschien herken je dat van thuis ook nog wel, bij je opa en oma, weet ik het ook nog. Die hebben dan een kruisje aan de muur, met eenzelfde betekenis. En misschien heb jij een mooie foto aan de muur die je heel dierbaar is. Of heb jij een bijzonder plekje voor een medaille die een keer gewonnen hebt. Zo moet je het een beetje vergelijken. Dat je iets heel bijzonders hebt in je huis op een vaste plek. Dat kenden die Romeinen ook. Hè? Hier zie je er eentje in de hoek van een huis. Daar hebben beeldjes in gestaan van de goden. En misschien heeft zo'n Pompeiaan zo'n beeldje nog wel meegegerist op het moment dat hij vluchtte. Toen de vulkaan uitbarstte. Het is een mini-college, dus het is heel kort. Maar ik heb jullie hopelijk een inkijkje gegeven in het wonen van een Romein, van een Pompeiaan. De rest van de verhalen en de afbeeldingen bewaar ik voor onze leerlingen. En wellicht tot ziens, jongens en meisjes.